Vernieuwde waterkant Domburg in gebruik genomen. De waterkant van Domburg heeft een metamorfose ondergaan. Deze plek staat al jaren bekend als trekpleister voor lekker eten en het mooie uitzicht op de Suriname rivier. Op zondag 22 september vond onder grote publieke belangstelling de heropening plaats. De facelift was noodzakelijk aangezien de bewoners van de omgeving jarenlang last hadden van wateroverlast. De plaats moet nu na de facelift meer bezoekers dan voorheen aantrekken. Districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Audrey Hankers, zegt aan het Nationaal Informatieinstituut dat de samenleving eraan moet blijven werken dat Domburg een trekpleister blijft voor toeristen en ingezetenen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.